Welkom bij de allereerste aflevering van Echte Praatjes. De podcast die over van alles en niks kan gaan. Waar we over serieuze dingen, leuke dingen, grappige dingen, maar vooral echte praatjes. Mijn naam is Ahmed Al-Rudan en ik heb hier niemand minder dan viervoudig wereldkampioen en fusion in drie divisies. De man die Superbon heeft verslagen. Onder andere Moj Kamal. Het is niemand minder dan Andy Semuleer. Welkom. Dankjewel. Welkom, welkom, welkom man. Hey, we, gaan, uh, we gaan gelijk, gelijk met de deuren uh, in huis vallen. Of hoe je het ook zegt. Maakt niet uit hoe je het zegt. <laughs> Maakt niet uit hoe je het zegt. Ik weet niet of ik het goed heb gezegd. Maar uh, je hebt afgelopen zaterdag uh, je debuut uh, gedraaid in uh, Glory. Uh, Glory Alkmaar. Vertel me, hoe was dat? Ja, het was uh, lekker. Ik, uh, zoals je zegt, volg mijn debuut. Dus was voor, voor het eerst op een uh, andere platform. <coughs> Maar uh, ja, ik voelde me gewoon comfortabel en ik heb gewoon uh, van de beste kant laten zien. Je hebt inderdaad jezelf van de beste kant laten zien. Je hebt, uh, je hebt drie rondes ja, hem overmeesterd eigenlijk. Uh, in de eerste ronde heb je hem twee keer uh, down geslagen. Met, uh, met een heerlijke combinatie links-rechts-linkeropstoot. Uh, uh, ik zeg je eerlijk, vertel maar wat meer over uh, uh, hoe die eerste ronde is gegaan. De tweede ronde, derde ronde... En hoe heb jij dat beleefd? De ja, eerste, eerste ronde ging eigenlijk op de eerste echte combinatie. Ging die al neer. Toen kreeg hij al acht tellen. Ja, ja. Toen uh, dacht ik wel, nee toch, gaat toch niet uh, zo harde voorbereidingen, uh, want die heb ik in Spanje gehouden, zo harde voorbereidingen in Spanje voor uh, ja, één combinatie. Dus ja. uh, toen uh, dacht ik wel, van, oh, dit is wel balen. Maar uh, ja, ging door. Toen uh, kreeg hij bijna dezelfde combinatie nog een keer, links-rechts opstoot. Toen ging hij weer neer. Toen dacht ik, ja, dit uh, is het eigenlijk net niet, zeg maar. Ik wil wel uh, iets meer eruit halen. Mm -hmm. Dus uh, toen ging ik iets minder gas geven, zeg maar. En, uh, ja, dus het is eigenlijk wat je zegt, de, de eerste combinatie die je hebt gegeven was gelijk 100%? Of niet was 100%, het... maar die, die, uh, ja, ik raakte hem eigenlijk met alle drie stoten wel. Mm -hmm. en, uh, ja, Zeg maar, als je iemand één keer raakt, dan is hij een beetje kwijt waar je bent. Ja. Dus als je hem dan drie keer raakt, ja, dan, dan is hij gewoon zijn balans kwijt gelijk. Ja, het, het, uh, kijk, ik zat aan een ring en ik heb het echt van het dichtbij ervaren. Ik dacht meer van, misschien was hij nog niet, uh, uh, nog niet echt begonnen voor, voor zichzelf. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je had hem volgens mij twee jabs gegeven. Even één komen. En toen kwam hij gelijk met de links-rechts uh, op Dat hij meer schrok van, wow, uh, hij, wil gelijk, hij wil gelijk aan de bak, zeg maar. Ja, ik, heb, ik merk dat wel vaker in de ring, dan uh, sta je tegen iemand en dan de eerste jab of de eerste links-rechts, zie je ze toch wel schrikken. Maar uh, ja, je moet vanaf seconde 1 gefocust zijn, dat zie je elke keer weer bij kickbox. En ook de hele partij. Je ziet ook jongens domineren en dan toch nog verliezen. Dus uh, ja, je moet vanaf seconde 1 tot, tot de bel gaat, moet je gefocust zijn. Ja, dat, dat zeker man. En, uh, ja, de eerste ronde was voorbij, je gaat terug uh, je hoek in. Uh, wat zeggen je trainers, uh, je verzorgers, wat zeggen die dan tegen jou? Ja, ik, uh, ik, ik vloog hem best wel snel twee keer neer. En uh, ja, toen ging ik een beetje, uh, ja, ik ging luren. En hij uh, kwam terug in de hoek en zei: ze, Dat moet je niet doen. Ga gewoon je spelletje spelen. Maak gewoon een wedstrijdje van. En uh, gaan we later weer aanzetten. Ja. Dus uh, ik heb de tweede ronde hebben we gewoon. Uh, Beetje tranquilo gedaan je hebt me <laughs> gegund. ik maar heb wel was... gewoon wel een partij gemaakt zeg maar ik heb hem niet alleen maar laten komen ik heb gewoon gereageerd, gecounterd, gewoon een spel gespeeld mm -hmm. maar ik heb hem uh, ja niet volop uh, clean geraakt zeg maar oké okay, ja dat kan dat uh, ik zeg, ik zeg je eerlijk ik uh, ik ben een uh, kickbox fan uh, ik hou van snelle ko's maar ook weer niet want soms zie je mooie partijen of mensen die vechten die zie je niet altijd vechten bijvoorbeeld uh, je, vecht niet, uh, je vecht niet tien keer per jaar, je vecht maar drie keer per jaar of uh, minder zelfs. Uh, wanneer je dan mag vechten, wil ik je eigenlijk ja, zo lang mogelijk zien. Maar aan de andere kant wil je ook een KO zien vallen. Dus dat is altijd een, uh, een dingetje wat die toeschouwers hebben en wat ik altijd heb. Zeg maar. Ik heb het liefst een dikke KO, Ja, dat is spectaculair natuurlijk. Maar je wilt ook uh, ja, zo'n vechten, wil je dan lang zien vechten, snap je? Ja, klopt. En uh, als er een KO was gevallen, dan had ik die ook zeker zo... Uh zeker uh, was ik zeker blij mee geweest. alleen je uh, ja, was wel een harde gozer ook, want uh, ja, bij elke down uh, stond hij eigenlijk wel weer op. dus echt een ko uh, zat er denk ik ook niet in. Uh, je, je kan nooit een, uh, een ko forceren denk ik. Het, is, het, is, het gebeurt eenmaal weet je, het kan, uh, het kan in iedereen gebeuren. jou is het volgens mij nog niet gebeurd. je hebt volgens mij in je carrière heb je maar één, één knockdown gekregen, heb ik dat goed? ja dat klopt. En, uh, Eén keer acht deel, ja, door Je een hebt een keer achterdelen gekregen door een high kick. Door een high kick. Laten we het nu even een beeld zien. Je hebt maar één keer een knockdown gekregen in je carrière. Ja, dat, dat zegt ook wel wat over jou, denk ik, toch? Ja, ik uh, ja, ik lees het bepaald altijd wel goed. Ik uh, zie best wel de aanvallen best wel uh, op tijd aankomen. En uh, ja. Die, uh, die hike ik was ook een beetje een verdwaalde hike -kick. Ik maakte in links-rechts en uh, ik was een beetje nonchalant met mijn dekking. Mm -hmm. Want die partij ging eigenlijk gewoon supergoed. Dus daar heb ik ook van geleerd: van als je een beetje nonchalant wordt, dan loop je zomaar tegen iets aan. Dus uh, ja, eigenlijk uh, nooit in nooit geweest in de wedstrijd. Ja, dat, uh, dat, 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 dat zeker, zeg maar. Um, we hebben nu, uh, je hebt nu zeg maar je, je glory debuut gedraaid. Uh, je hebt gezegd uh, dat je een harde training in Spanje had. Um, Waarom Spanje? Waarom Spanje? Waarom Spanje? Ja, mijn, ja, mijn trainer is geëmigreerd naar Spanje. Uh, die die woont daar nu. Die gaat daar een trainingskamp openen. En uh, daar ga ik hem uh, mee helpen. En voor nu doen we gewoon zelf een beetje trainen. Mm -hmm. We hebben al de ring er wel hadden we al vast neergezet. Dat ja. trainen we in. Maar uh, die heeft hij, als hij goed is, nu weer weggehaald. Nu ik hier weer ben. En dan gaan we eerst verder bouwen weer. Oh, je gaat echt een, 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 uh, een trainingskamp, zeg maar. Uh, ja ja het is de bedoeling een beetje ja Thailand kent iedereen wel eigenlijk het Thailand idee ja, ja. zeg maar dat je gewoon kan komen zeg maar als vechter bijvoorbeeld dat je gewoon daar je trainingskamp kan houden dus je kan daar slapen en trainen oké okay, dus je kan zeg maar stel je voor in de toekomst laten we zeggen over een jaartje voor een trainingsschool is kan iedereen eigenlijk uh, als hij dat wilt kan die uh, een boeking doen van bijvoorbeeld drie vier weken ja. uh, kan hij langskomen kan hij bijvoorbeeld met jou uh, met jou op de pet of met jouw trainer boy van veen ja, het is een beetje ja, wat je dan afspreekt. Je kan ook bijvoorbeeld als sparringspartner komen. Of uh, ja, inderdaad een um, pet training. Je kan wedstrijdvechters kunnen komen, maar er kunnen ook gewoon mensen komen die ja, het kickboxen leuk vinden. Oké, okay, dus het is niet alleen voor, uh, voor uh, wedstrijdvechters. Het is voor eigenlijk voor iedereen. Uh, oh, ja. ja, het is voor iedereen. Dus als je recreant bent en je denkt, ja ik wil vakantie in Spanje, maar ik wil ook lekker kickbox trainingen erbij. Dan neem je, dan je dat gewoon lekker bij. Dan kan en, je gewoon... Uh, win -win. Oké, okay, ja, nou, dat, is, uh, dat is een mooi vooruitzicht. Maar hij uh, dus uh, heeft zeg maar, nu die, uh, die, die ring afgebouwd, zeg je? En hij gaat nu weer verder bouwen met... Ja, met, uh... ja nu was het eigenlijk zeg maar, gewoon even snel. Die ring stond er, zeg maar, maar niks eromheen, geen boksakken, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Dus nu heeft hij uh, de matten er gewoon weer even uit, zodat hij weer verder kan bouwen is. Ja, dat zodat gewoon... het echt een kamp wordt straks, en niet, niet alleen een ring gewoon uh, midden in de tuin staat, zeg maar. Oké, okay, nou ja, dat is, uh, dat is een uh, mooie, mooie toekomst, een mooie toekomstplan. Dus eigenlijk hoe ik het nu zie, zeg maar, je gaat, uh, je gaat uh, later ga je natuurlijk voor, uh, je gaat natuurlijk, je doel is natuurlijk de uh, uh, Glory uh, wereldtitel pakken. Uh, en daarnaast stel je voor als je over, laten we zeggen, je bent nu 26, toch? Ja. Yes. Over tien jaar of langer, je stopt met kickboksen. Is dat uiteindelijk jouw droom om uiteindelijk in die trainingskamp mensen te gaan opleiden, mensen te gaan trainen, mensen te gaan begeleiden? Ja. Uh, eigenlijk van alles, maar dan in Spanje. Ja, eigenlijk heb je het al helemaal uh, genoemd. <laughs> ik, heb al, ik heb zeg maar alles in één. Nou, ja, uh, <laughs> ja, dat, is, dat is een mooi, mooi vooruitzicht. Dat betekent: uh, kijk, je hebt al een hele mooie carrière. Maar uh, ja, je moet altijd doelstellingen voor jezelf zetten. En ik denk dat wat je nu hebt, ja, wat, je, wat voor doelstellingen je nu hebt neergezet, dat is alleen maar mooi. Want uh, ja, kijk, wat ik zeg, jouw carrière duurt denk ik nog zeker wel tien jaar. Tenzij je. Uh, tenzij je uh, tenzij uh, een of andere opa die al, in elke in elke gala weer gaat vechten, weet je? Somebody told me that his English is not very good, but we're gonna test it out today. Let's start with. With what? With your name. My name. My name is Andy. Andy Semmeler, right? Yes, but they call you bad news. Can you please spell the word bad news for me? No, of course not. <laughs> of course not. What do you mean? We gaan niet spellen, Achmed. broer. Je gaat spellen, vriend. <laughs> Hoezo? Je gaat spellen, vriend. Nee. Hoezo niet? We gaan niet spellen. Niemand wil mij zien spellen in je podcast. Hoezo denk je dat, broer? Dat weet ik. Als jij gaat spellen en het gaat verkeerd, <laughs> dat, is, dat is wat mensen willen zien. Dat is wat mensen willen zien, of je nou wil of niet. Dat willen mensen niet. Dat willen mensen zien. Nee. Kijk. Ik wil dat iedereen even in de comments laat uh, weten. Of ik met Andy een challenge moet aangaan. De spelchallenge. challenge Want deze man wil dat niet. Maar als jullie allemaal in de comments zeggen: Hé, hey, hij moet dat doen, man. We willen hem zien spellen. Want hij wil het niet. Om een of andere reden. Ik weet niet waarom hij dat niet wil. <laughs> Misschien weet hij al dat hij niet heel goed is met spellen. Kijk, ik ben ook niet heel goed met spellen. Maar weet je, ik zou het wel gewoon doen. Als, als, ik, in een, ik, ben, als ik ben uitgenodigd op een podcast en ik denk: Hé. Hey, ik moet gewoon meedoen. Dan moet ik gewoon meedoen, weet je? Maar je hoeft niet mee te doen. We gaan kijken wat de mensen in de comments ervan gaan zeggen.